Ja, het voelt veel meer dan dat, weet je. Wat is zo'n Champions League waard dan? Zo'n Conference League, weet je. Als je dan een hoofdfinale haalt, is het veel meer waard dan een groepsoverwinning in de Champions League. Na de 4-0 overwinning in Amsterdam is het de beurt aan de Rotterdammers om te laten zien hoe ze kunnen voetballen in Europa. Union Berlin wordt met 3-1 verslagen en dus zit de sfeer er hier lekker in. De sfeer was goed, dan zie je dit. Als er vuurwerk is aan het begin, dan krijg je dit. Het was geweldig vandaag. Het was genieten. Is dat gewoon bovenaan? Ja, we gaan door. Dat is klaar, dat is duidelijk. En nu proef je van tevoren al die sfeer dat je denkt van, het gaat gebeuren vanavond, weet je wel. Had je van tevoren verwacht dat ze zo goed zouden? Nou, ik had het voorspeld 3-1, dus... Heb je ook een toto gezet? Ja, natuurlijk. Het was gewoon echt de hele wedstrijd kippenvel. Ja, sowieso. Nee. Gewoon zingen voor je club en je ziet er geen kleut van. Maar het hoeft ook niet, want mijn Feyenoord is meestal niet zoveel. Echt geweldig was het toch, of niet? Een fantastische Sinistera. Doet u de beste? Ja, die was ver weg de beste man. Als ik dan toevallig die club uit de hoofdstad zag vorige week, die zijn heel blij met een overwinning in de Champions League. Ja, weet je, dan voelt zo'n overwinning in de Conference League toch wel even dat je denkt... Het voelt veel meer dan dat, weet je. Wat is zo'n Champions League waard dan? Zo'n Conference League, weet je. Als je dan een halve finale haalt, is het veel meer waard dan een groepsoverwinning in de Champions League. Ja, dat is veel meer waard. Je kijkt Barcelona, Real Madrid, maar ik denk dat Feyenoord toch echt wel 10, 20 keer beter was vandaag. Minimaal. Waar gaat het avontuur eindigen, die Europese avontuur van Feyenoord? Ik dacht in de beurs in Rotterdam. In de beurs in Rotterdam? Ja, daar gaat het eindigen. Vanavond. Dit avontuur, Europees. We worden kampioen! Ja, we spelen gewoon fantastisch. Kijk, als je zo doorgaat, dan win je gewoon de CL. We noemen het gewoon Champions League voor ons, weet je. En we gaan nog wel bakken. En dan durft u al te dromen of bent u wat genuanceerder dan de meeste Rotterdam? Dromen, dat moet je altijd hebben. Maar laten we tevreden zijn als we de winter overwinteren. Ja. Nou, hoofdfinale minimaal, weet je. Het mooie zijn het prijspak, hè? Ja. Gewoon de finale, gewoon winnen. Ik heb er ook vertrouwen in. Nou, natuurlijk gaan we hem winnen. Dat moet ik wel zeggen. Bij deze, we gaan hem winnen. En dan hoop ik stiekem toch een finale, hè. Zijn toch ambitieus natuurlijk, hè. Je wil vissen naar een finale, maar dat gaat niet. Nee, natuurlijk niet. Het is Feyenoord, hè. Nee, we zijn heel hoopvol, maar het staat altijd kleur. Maar desondanks blijft altijd je clubje. Lekker, man.